Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Welkom bij Booming Brabant, een programma over het nieuwe ondernemen in Brabant. En vandaag praten we over vertrouwen. 2015 gaat een beter jaar worden voor onze economie, maar hoeveel beter nu eigenlijk? Dat horen we straks van Tim de Beers van onderzoeksbureau TNS Nipo. Welkom Tim. Ja. Verder hebben we het over crowdfunding. Wat doe je als ondernemer geld nodig hebt om te groeien, maar de banken hebben er geen vertrouwen meer in? Dan kun je gaan crowdfunden. Emiel Timmers die vertelt je straks hoe dat je dat het beste kunt aanpakken. En we hebben speeltuinen, de Brabantse speeltuinen, die veroveren de wereld. Daarover krijg je straks ook meer te horen. En mijn kampioen van vandaag is niemand minder dan Annemarie Grakhorst. Van harte welkom, Annemarie. Nou, dankjewel. Ja, jij bent eigenlijk heel groot geworden door duurzaam ondernemen. Daar ben je sterk in, hè? Ja, en dit is belangrijk. Het gaat over de toekomst van Nederland, de toekomst van de wereld, de toekomst van Brabant. Mm-hmm. En duurzaam ondernemen heeft daar een hele belangrijke plek in. Inderdaad. Nou, ik heb fantastische tweets. Het nieuws van deze week. We hebben er twee uitgepikt en deze sluit eigenlijk wel meteen mooi op jou aan. Nederlandse vrouwen vaak duurzamer dan mannen. Nou, als we naar het begrip man-vrouw kijken, dan wisten we dat al. Hè? De vrouwen gaan langer mee dan de mannen. Ja. Maar ze leven ook nog duurzamer. Nou schijnt het te zijn dat de vrouwen wat meer over armoede praten. We steunen meer goede doelen. Aan de andere kant rijden de mannen eerder een hybride auto en sluiten de groencontracten af. Is dit herkenbaar voor jou? Nou, ik denk dat voor vrouwen wel heel belangrijk is om ook echt verantwoordelijkheid te nemen en te krijgen. Dus meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven, in de top van de politiek, zou wat mij betreft mogen. Dan gaat al dat duurzaamheid ook nog daar, vindt dat daar zijn plek waar het ook echt heel belangrijk is. Het is zeker zo, ik heb één keer per jaar een diner met duurzame dames. En als je ziet wat deze dames verzetten op het gebied van duurzaamheid binnen DSM, binnen Unilever, binnen de politiek, dan is dat echt heel erg bijzonder. Dus het is zeker zo dat dames hele bijzondere dingen doen op het gebied van duurzaamheid. Daar ben ik al meteen van overtuigd. Goed, we hebben nog een tweet. Ander onderwerp. De bank helpt bedrijven in nood verder in de penarie. Is dat herkenbaar, Tim? Nou, een van de grote problemen, als je het meteen over problemen mag hebben, voor 2015 zou je kunnen zeggen, in de optiek van ondernemers, is kredietruimte. Ja, dat is misschien krijgen we niet meer, hè? Nou, dat is een groot probleem. En, het is op dit moment niet goed en bedrijven verwachten ook dat het niet heel veel beter gaat worden in 2015. Inderdaad. Nou, ik gaf het net al aan, we gaan het straks hebben over crowdfunding. Prachtig onderwerp, Emiel, met jou. Jij weet er alles van. Maar ik wil heel graag eerst even naar het nieuws van deze week met Annemarie. Want jij hebt voor ons een prachtige foto meegenomen. Waar kijken we naar? We kijken naar de kust van Bangladesh. Haskoning, Royal Haskoning, DAV, heeft net een miljoenen order binnengehaald om honderden kilometers dijken in Bangladesh aan te leggen. In ieder geval projectmanagement daarover te doen. Zijn ze er bang voor dat het daar misgaat? Ja, ja zeker. Dat is echt door klimaatverandering. Dat 17 hele grote poldergebieden, je kan het zien hè, dat je die polders hebt, dat die beschermd moeten worden door klimaatveranderingen. Je kan je voorstellen dat een land als Bangladesh daarmee helpen essentieel is. De Wereldbank financiert dit en dat is ook maar goed ook. Mijn bedrijf dat ik opgezet heb, Search, is een Brabants bedrijf, een ingenieursbureau. En ik denk dat we in Brabant en sowieso in Nederland heel trots kunnen zijn op wat ingenieursbureaus, Nederlandse ingenieursbureaus wereldwijd neerzetten. Wat we doen op het gebied van duurzaamheid, op het gebied van klimaatverandering, op het gebied van duurzaam bouwen. En ook vanuit Brabant. Ja, pareltjes zijn deze bedrijven. De pareltjes van Brabant. Ja. Dankjewel. We gaan beginnen, Tim, met jou. Ondernemers die hadden het vorig jaar hard te halen, want de economie die groeide nauwelijks. Maar 2015 biedt
nieuwe kansen, Tim. Tim, je bent van TNS Nipo. Jullie peilen eigenlijk iedere maand het vertrouwen van ondernemers. Hoe meten jullie dat? Ja, dat bestaat eigenlijk uit twee voorname aspecten. Dat is namelijk een zachte kant eigenlijk. Dus hoe ondernemers tegenover het ondernemersklimaat staan, de economie. Hoe zij voelen dat het op dat moment is. Oké, dus het is een gevoelsding. Het is enerzijds een gevoelsding, hoe het nu is en hoe ze verwachten dat het in de nabije toekomst zal zijn. Mm-hmm. En ze mogen ook een cijfer geven voor het ondernemersklimaat. Heeft schommelt de hele tijd tussen een 5 en een 6 in eigenlijk afgelopen jaar. Bijna een 6 nu, dus dat is het goede nieuws. Is dat goed? Je zou kunnen zeggen, een 6 is een voldoende, dus daar ja, gaan we mee. Ondernemers zijn kritisch. Kom ik thuis ook niet mee weg vroeger. Ondernemers zijn kritisch, dus, en we zitten nog in een crisis, dus wat dat betreft is dat goed. Ja, want deze grafiek die heb jij meegenomen. Hè? Ja. Dit is dan 2014. Ja, ja, Als je kijkt, want de witte lijn is dan Brabant, de blauwe lijn is wat je in Nederland ziet. Het valt mij op dat je meteen al zo'n daling krijgt in het begin van het jaar, in februari. Waar ligt dat aan? Nou, dat was, kijk, de wintermaanden zijn traditioneel slechte maanden voor het bedrijfsleven, zou je kunnen zeggen. Dus de decembermaand is voorbij, de nieuwjaarsvoornemens zijn voorbij. Plus, het voorjaar 2014 was ook heel erg lastig. Bedrijven zaten heel erg op hun tandvlees. De winsten stonden onder druk. Er was niet echt direct vertrouwen in dat het beter zou zijn. Kabinetsmaatregelen hadden nog geen effect gesorteerd. Er kwamen gemeenteraadsverkiezingen aan en dergelijke. In het buitenland ging het ook slecht. Duitsland nog wel een beetje oké, maar Frankrijk ging niet goed. Nee. Dus kortom, het zijn allemaal dingen die meespeelden voor de mineurstemming. En dat merken wij dan weer, inderdaad. En het verschil tussen Brabant en Nederland? Want hier gaat Brabant in het vertrouwen wel echt ver onder het gemiddelde van Nederland. Ja. Nou, het aardige is, als je naar Brabant kijkt, wat heeft Brabant iets meer dan gemiddeld? Dat is de maakindustrie, hè, de productiesector. Ja. En nu gaat het een stuk beter. Nu is het een van de betere sectoren. In het voorjaar van 2014 ging het nog helemaal niet goed daar. Dus dat zou zeker wel meespelen, dat het enigszins naar beneden maar het is sloeg. Natuurlijk wel zo dat ze op het moment dat ze dit als vertrouwen aangeven, dan kijken ze al vooruit in de komende tijd, toch? Voor een deel. Het is voor een deel dus hoe het nu is en hoe ze vooruitkijken. Dit is dus deze grafiek die hier zit, is hoe ze vooruitkijken. En je ziet eigenlijk dat het hele jaar tegen de 50% aan zit, of er net onder. Ja. Je moet niet vergeten dat begin 2014 was het heel slecht. Dus dan is het makkelijk om te verwachten dat het beter is. Het feit dat mensen nu nog steeds voor de helft, de ondernemers, denken dat het beter gaat, dat geeft aan dat het herstel echt er is ten opzichte van eerder van het jaar. Oké, we gaan eventjes vooruitkijken. Want vorige maand peilden we zelf de stemming onder Brabantse ondernemers. En dat deden we tijdens een eindejaarsevenement van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, oftewel de BOM. Ik denk dat er nieuwe kansen zijn geboden voor de ondernemers in 2014. Ik denk wel dat het nog steeds heel lastig is om te zorgen dat je de financiering voor elkaar krijgt. Maar ik denk wel dat je voorzichtig de groei ziet alvast. Het is niet makkelijk om te ondernemen, maar ik merk wel dat momenteel het klimaat veel meer positief is. En dat we met elkaar denken van, hey, we moeten het met elkaar doen. En we moeten ook niet alleen maar meer plannen schrijven, maar we moeten ook echt iets gaan doen. In een moeilijkere tijd is stilzitten geen optie, maar ik denk alleen maar kijken wat de mogelijkheden zijn. In 2015 verwacht ik een grote groei in het bedrijf. Meer werknemers, meer innovatie. Toch een periode geweest dat iedereen alleen maar met ellende bezig was. En ik merk dat dat echt aan het veranderen is nu. Het is een heel interessante tijd, ja. Er gebeurt op dit moment erg veel. Er zijn ook heel veel kansen. En het is leuk om die aan te pakken. We zitten op dit moment in een tijd waar goede ideeën ook gerealiseerd kunnen worden. Dus het is een hele creatieve periode. En als je die creativiteit niet pakt, dan blijf je in het oude. En dan zijn dat oude schoenen die je eigenlijk weg moet gooien. Zo langzamerhand begint het wel ergens op te lijken. Dat iedereen gewoon de weg weer omhoog gevonden heeft. En ik verwacht niet dat dat in de komende tijd weer terug zal zakken. Nee. Wij zijn positief gestemd over 2015, ja. Als er geen gekke dingen gebeuren, verwacht ik dat Nederland toch wel snel de goede kant op gaat. Ja. Mooi, over het algemeen positief gestemd. Wat denk jij? Hoe denken de ondernemers erover? Nou, je ziet inderdaad dat de helft denkt echt dat het beter gaat. En als je naar de harde factoren kijkt, dus de zachte is dus meer van of ze er vertrouwen in hebben, maar de harde is dus hoe ze tegenover de winst staan en de omzetverwachtingen voor de komende half jaar. Dan zie je echt dat het wel in de plus is allemaal. Ja. Op een klein puntje af, wat al eerder werd aangestipt, de kredietruimte, dat is echt wel een probleem. Mm-hmm. En sommige bedrijven lopen op tandvlees, dus ze hebben het idee van de wereldmarkt, zeker de Europese markt, die helpt hier enigszins mee. Maar we moeten wel gefaciliteerd worden om de creativiteit, waar aan gerept werd, om die te faciliteren. Ben jij het daarmee eens? Als jouw ondernemersgevoel een cijfer mag krijgen, wat zou dat dan zijn voor 2015? Ja, voor mij toch wel een 7 of een 8. Maar het is zeker wel zo dat je financiering op een hele andere manier moet gaan regelen.
Dus dat de terughoudendheid van de banken er is. Ja. Maar tegelijkertijd zijn er heel erg veel kansen. En dat zie je ook wel aan de startende ondernemers. Er zijn echt heel veel jonge starters op dit moment. Maar die kennen helemaal geen ander klimaat. Hè? Die doen het gewoon. Ja, inderdaad. Ja. Die zijn ook niet zo bang. Maar is het ook niet zo dat iedere keer aan het einde van het jaar dat vertrouwen toch wel weer lekker aantrekt? Dat we er eigenlijk dezelfde verwachtingen weer hebben als dat de mensen van 2013 voor 14 hadden? Nee. Als je vergelijkt met als je de vraag stelt van eind 2013, hoeveel procent dacht dat met de economie en het ondernemersklimaat goed was? Yeah? Minder dan 10%. Okay. Nu een kwart. Maar toen was het ook gewoon slecht. Toen was het heel slecht. Dus hadden die mensen allemaal voorkomen dus gelijk. Dus we komen echt uit een diep dal. Ja. En je ziet nu gewoon de politiek helpt een beetje mee. De berichtgeving helpt mee. De ondernemers zeggen ook van de stemming is veel beter. De huizenmarkt trekt aan. Dat zijn allemaal dingen die katalyserend werken. En gaan we dan eindelijk in die 2015 uit die recessie? Poeh, dat is nog even koffiedik kijken natuurlijk. Maar als het aan die ondernemers ligt wel. Mooi. Ja, het vertrouwen is er dus, maar het heeft nog even wat tijd nodig. Als je maar een goed idee hebt voor een onderneming, dan red je het sowieso altijd. Kijk maar eens even mee naar de start-up van deze week. Ik ben Luc Visser, ik ben 24 jaar oud. Mijn bedrijf heet Atelier Eindhoven en we zitten op Strijptee. Atelier Eindhoven is een doe-het-zelf werkplaats waar mensen per uur gebruik kunnen maken van machinerie voor hout, metaal, textiel en keramiekbewerking. Voor ZZP'ers, doe-het-zelfers en buurtbewoners. Voor iedereen. Ik heb het concept voor Atelier Eindhoven bedacht omdat ik zelf een zaagmachine nodig had. En die zagen waren nogal kostbaar. En ik dacht, als ik nou één machine koop en die deel ik met meerdere mensen, dan is het een stuk voordeliger voor iedereen om de machines te gebruiken. Dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een volledige werkplaats voor houtbewerking, voor metaalbewerking, keramiekbewerking. Atelier Eindhoven is eigenlijk een plek waar mensen terecht kunnen. Als je iets wil maken dat je weet, ik ga naar Atelier Eindhoven toe en ik ga daar aan de slag met de materialen. En als je het zelf niet kan, dat je af en toe iemand erbij kan vragen om een handje te helpen. Heel mooi voorbeeld. Ja, bulk je nou zelf ook van die ideeën? Of ben je net een bedrijf begonnen dat aandacht verdient in Booming Brabant? Overtuig ons dan in één tweet. Stuur je tweet met de hashtag Booming Brabant. En wie weet zit jij volgende week in het programma. Ja, we hoorden het al eerder. De economie in Brabant die gaat weer wat lichtjes groeien, maar er is natuurlijk wel geld voor nodig. We hebben het hier aan tafel een paar keer over gehad. Die banken die lenen niet meer zo makkelijk geld uit. Gelukkig zijn er alternatieven, zoals crowdfunding. En dat is geld ophalen bij het grote publiek. Emiel Timmers, je bent van Sproutfund. Een bedrijf dat via crowdfunding dus helpt om mensen om geld op te halen. En in dit geval voor evenementen. Ja. Kun jij makkelijk uitleggen hoe dat het precies werkt, het principe crowdfunding? Ja, zeker. Nou, hij zit heel simpel uitlegd eigenlijk. Dan is het gewoon een grote groep mensen die een financiële bijdrage levert aan een idee of een bedrijf. Mm-hmm. En vaak krijgen ze daar iets voor terug uiteindelijk. Dat kan dan een rendement zijn of een aandeel in het bedrijf of een product of dienst. Oké, ze krijgen er wel altijd iets voor terug? Vaak wel, ja. Het is niet alleen een investering. Het kan ook alleen donaties zijn, maar vaak krijg je wel iets voor terug, ja. Oké, dus je hebt een idee, een creatief idee. Die banken, daar krijg je het niet meer van, dus je gaat een soort crowdfunding project opstarten. Hoe werkt dat dan? Dan zet je dat op een site of hoe moet je dat doen? Ja, nou ja, je moet wel een goed plan hebben van tevoren. Want de misvatting die nog vaker bestaat is dat als je het op een crowdfunding platform zet, dat dan het geld vanzelf binnenstroomt. Maar dat is absoluut niet het geval. Je hebt dan een goed plan van aanpak nodig, een marketing communicatieplan, om die mensen te bereiken allemaal en te overtuigen dat jij dat geld verdient. Ja. Dus dat is wel belangrijk. En het is niet een leuk ideetje met een flesje wijn op en die zet ik op een crowdfunding site. Nee, zo simpel is het niet helaas. Nee. Oké. Okay. Maar ik heb een goed idee. Vertel eens, wat moet ik dan doen? Hangt afhankelijk van hoeveel verstand je zelf van crowdfunding hebt, zou ik je wel adviseren om eens te praten met iemand die daar verstand van heeft. Er zijn genoeg crowdfunding adviseurs in Nederland die je daarbij kunnen helpen. Ook in Brabant? Ook in Brabant, zeker. Hoeveel heb je het dan ongeveer over? Over hoeveel mensen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hoeveel bureautjes? Ik ben aangesloten bij een branchevereniging, de Crowdfunding Hub. En daar zijn er een stuk of 10 bij aangesloten. Maar die is gevestigd in Amsterdam, maar die mensen komen ook wel vanuit het hele land eigenlijk. Maar heb jij een idee hoeveel geld er gecrowdfund is, bijvoorbeeld in 2014? Ja, in 2014, de laatste prognose en cijfers die ik gezien heb, is dat het ongeveer, de echte cijfers zijn nog niet bekend, maar rond de 45 miljoen ligt. Dat is veel geld, hè? Ja, en het is een hele grote stijging. Want als je kijkt naar 2013 bijvoorbeeld, toen was het nog maar 32 miljoen. En in 2012 zaten we geloof ik rond de 12 miljoen. Dus stijgt aanzienlijk ieder jaar. En het kan nog veel meer. En het kan nog veel meer. Als je kijkt naar Amerika, daar is het nog vele, vele malen groter dan het hier is. Maar werkt het? Komt het resultaat wat de mensen willen? Lukt het? Het werkt, ja. Het slagingspercentage van crowdfunding campagnes over het algemeen ligt iets onder de 50%. Maar dat komt ook deels doordat veel mensen niet weten hoe ze het aan moeten pakken. Okay. Maar het werkt. En je ziet dat 90% van de bedrijven die succesvol crowdfunding toegepast hebben, ook uiteindelijk kunnen blijven voortbestaan en in staat zijn om hun
financiële verplichtingen weer, te voldoen aan de crowdfunding. We hebben daar een enorme koppeling tussen crowdfunding en duurzaamheid. Hè? Wakka, ja, Wakka zeker, is toch een van de meest succesvolle crowdfundings. Er zijn zelfs hele speciale platforms voor. Breng licht naar Afrika. Ja. Op een heel, en we hebben er nog een mooi voorbeeld van. Daar hebben boekhandel Giannotte, want dat leek begin dit jaar over de kop te gaan. Want in de banken hadden ze de hoop al opgegeven. Maar toen probeerden ze het dus op een andere manier met behulp van de crowd. Wij merkten toen we vorig jaar de winkel over wilden nemen uit de failliete boedel van Polaren dat Tilburgers heel erg betrokken waren bij de winkel en ook graag wilden dat we open zouden blijven. We kregen al heel veel hulp van ondernemers uit de buurt die ons wilden helpen met de doorstart. En toen was eigenlijk crowdfunding wel een logisch gevolg daarvan. De banken zijn op het moment niet zo heel erg happig om te financieren en de boekenmarkt staat natuurlijk toch onder druk de afgelopen jaren. Dus ik vraag me af of een bank ons dat bedrag zomaar had geleend. Ja, en het is ook eigenlijk veel leuker om het met crowdfunding te doen. Je kunt een lening doen, of zoals wij het hebben gedaan, dat je echt aandelen uitgeeft aan de crowdfunders. Dus die hebben ook zeggenschap bij de algemene vergadering van aandeelhouders. En we houden ze natuurlijk op de hoogte van wat er allemaal gebeurt. Dus we gaan binnenkort verbouwen met het geld wat we op hebben gehaald van de crowdfunding. Het extra aan crowdfunding is dat je dus 350 ambassadeurs van je winkel hebt. En al die mensen zijn dus betrokken bij je bedrijf. Wij hadden voor €50.000 gekozen en als je dat niet haalt, dan gaat het hele feest niet door. Dus je moet ook actief zijn met marketing op social media, zoveel mogelijk publiciteit krijgen om te zorgen dat ook iedereen meedoet. Het begon heel erg goed. We hadden het eerste weekend al 10.000 euro. Alleen de laatste paar duizend euro, dat was lastiger. Je hebt een netwerk opgebouwd al van crowdfunders. Dus als je die toch nog steeds probeert te bereiken en ook hun weer hun netwerk probeert in te laten inzetten, verspreidt het zich als een soort van olievlek. En toen is het toch uiteindelijk nog in het laatste weekend, volgens mij, is het nog voorgelopen. Alsjeblieft. Dankjewel. Zo mooi kan het gaan. Zitten er nou veel risico's aan? Ja, nou ja, het blijft sowieso een investering. Dus er zitten altijd risico's aan vast als jij investeert in een bedrijf. Mm-hmm. Maar tegenwoordig zijn de crowdfunding platforms vrij streng met hun selectie van welke projecten ze publiceren. En ze geven ook altijd een risicoanalyse. Dus je weet wel, zeg maar, wat het risico is wat je... Maar stel dat een Giannotte besluit dus met het geld wat ik geïnvesteerd heb om toch een leuke verbouwing te gaan doen, om die winkel nog iets mooier te maken. Denk je, ja, maar daarvoor heb ik het niet gedaan. Wat dan? Nou ja, dan staan ze wel openlijk voor gek, want ja, iedereen weet... Dat ze gecrowdfund hebben en iedereen weet wat het plan was. En ze staan met naam en toename een hele bedrijf op internet. Dus maar kun je het dan terughalen? Dat is een goede vraag. Ik denk het wel. Ik denk dat je wel een sterke zaak hebt dan, ja. Oké, okay. Zou jij het doen, Annemarie? Is het iets voor jou om geld te investeren? Zeker, maar dit is natuurlijk gewoon het kopen van aandelen. En ook wel met het hart betrokken zijn. Dus ik denk vanuit de boekhandel dat het niks mooier is dan dat je zoveel betrokkenheid kunt creëren. Want ik ging bij mijn eigen bedrijf boekjes kopen. Juist. En dat gaan dus al die aandeelhouders ook doen. Ik heb een extra bedrijf. Maar het blijft wel het risico ook van het kopen van aandelen. Zo eerlijk moet je zijn. Ja. En ik denk dat mensen als ze dat dan voorlopig doen met geld wat ze van tevoren verdiend hebben of wat ze over hebben, een prima overzichtelijk risico nemen. Lijkt me ook. Ja. Oké. We gaan iets anders. We maken ontzettend veel in Brabant en de hele wereld die profiteert ervan mee. Eindhovenaar Erik Verstappen die startte 20 jaar geleden een bedrijf op dat ballenbakken schoonmaakte. Inmiddels is hij indoor speeltuinen aan het maken waaraan kinderen van over de hele wereld lol beleven. Niets is te gek voor het bedrijf Eli en trouwens ook niet voor onze verslaggever Hannelore Struis, want zij test de toestellen echt allemaal helemaal zelf. Oh, wat ben ik allemaal hier in. Nou, dit soort indoor speeltoestellen vind je over de hele wereld. En geloof het of niet, ze worden gemaakt door een Brabants bedrijf. Dat is niks voor mij dit. Oké, dan moet ik ook nog af, hè? Nou, al die speeltoestellen worden hier in Eindhoven gemaakt. Ja, hier in Eindhoven maken we het ontwerp voor een speeltuin, voor de speeltoestellen. En ze worden hier geproduceerd. Dus we maken hier bouwpakketten naar aanleiding van een design. Ja.
Hoe wordt zo'n Brabants bedrijf ineens een Europees bedrijf? Ja, we zijn letterlijk begonnen in Nederland. En ja, Nederland is niet zo groot. Dus uiteindelijk ook buiten de Nederlandse grenzen gaan kijken. Maar hoe leg je dan die contacten zo over de hele wereld? Ja, we werken met Europese verkoopkantoren. Dus we hebben twee verkoopkantoren in Duitsland, één in Oostenrijk, in Slowakije, in Denemarken, Engeland. En we hebben een agent in Dubai. Ja, en die zorgen, of die hebben dus direct contact met de eindgebruiker. Ja. Dit is dus best lastig. Ja, dit is wat wij noemen Power Tower. En je zult zo gaan merken waarom wij dat Power Tower noemen. Okay. Het is intensief. Het is best moeilijk om hier in omhoog te klimmen. En ik krijg u niet zo gek om even... Nee, daar laat ik graag aan jou over. Dus succes. Nou, let's go. En dit is allemaal van het is allemaal elastiek. Elastische banden, ja. Blijf je nou zelf ook kind als je dit maakt? Ja, dat klopt. Je moet toch een beetje in kunnen leven wat kinderen leuk vinden. Ja. Ja. Nou, laat maar zien dan. Ja, nou. Het ziet er volgens mij heel onhandig uit allemaal. Nou, voor mij de ultieme voldoening is toch die spelende kinderen. De lachende gezichtjes, de rode gezichtjes van de inspanning. Dus die kinderen actief te laten spelen. Ja, en dat gebeurt dan over heel de wereld? Wat u... Dat gebeurt inderdaad op dit moment over de hele wereld. Hè? Met name in Europa. Maar onlangs hebben we ook projecten verkocht in China en Amerika. Als je dit zo ziet, is een hele mooie beloning. Hey, we blijven hier nog wel even, denk ik, hè? Ja, wij komen jou over een uurtje wel ophalen. Ja, heerlijk toch? Weer eindeloos kind zijn. Goed, we zijn er bijna doorheen. Als ik jullie mag vragen, de gouden tip voor 2015. Wat wil je onze kijkers meegeven? Het herstel is broos, maar durf vooral te investeren. En met name in je werknemers. Zij zijn human capital. En zorg ervoor dat je ze aan jezelf bindt. Mooie tip. Emiel? Dat loopt bij ons een crowdfunding campagne om Breda helemaal in carnavalsfeer te dopen met carnaval. Dus ik zou zeggen, kom naar Breda toe en kom kijken. Goed idee. Annemarie? Ja, als je wil ondernemen binnen je bedrijf of voor jezelf, doe het dan gewoon. 80% van het kinderspeelgoed wordt in China gemaakt. En deze meneer Verstappen, die doet het gewoon. Zo uit Brabant. Annemarie, dankjewel voor je komst. Jullie ook ontzettend bedankt voor jullie komst. Volgende week gaat Booming Brabant onder meer over studenten die een eigen bedrijf starten nog voordat ze hun diploma hebben gehaald. En we blinken in Brabant uit als het gaat om samenwerken. Hoe dat komt, dat hoor je ook volgende week. Voor nu hele goede business en Twitter mee hè, via hashtag Booming Brabant. Heel graag tot de volgende keer. Dankjewel.